Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze video de voorwaarden voor strafbaarheid. De wetgever heeft strafbepalingen geconstrueerd zodat het voor burgers duidelijk is wat strafbaar is gesteld. De strafbepaling bestaat uit een delictsomschrijving en een sanctienorm. In deze video gaan we verder in op de strafbaarheid. Deze bestaat namelijk uit verschillende onderdelen: de menselijke gedraging, de delictsomschrijving, de verwijtbaarheid en de wederrechtelijkheid. De eerste voorwaarde is de menselijke gedraging. Het gaat hier over de sociale werkelijkheid. Bekijk de video Menselijke gedraging over de uitleg van commissiedelicten, omissiedelicten, persoonlijke en onpersoonlijke omstandigheden. De tweede voorwaarde is de delictsomschrijving. Vaak komen er woorden als schuld, opzet, onachtzaamheid of wederrechtelijkheid voor. Ten einde aan de voorwaarde van strafbaarheid is het van belang. Dat daar waar een schuldvorm, het zij woordelijk, het zij impliciet in de wet voorkomt, er sprake is van een bestanddeel van het strafbaar feit. Dit ziet dan op de wederrechtelijkheid in de specifieke context van de desbetreffende lichtomschrijving. Voor deze betekenis wordt de benaming facet-wederrechtelijkheid gebruikt. De derde voorwaarde is de wederrechtelijkheid zelf, de wederrechtelijkheid als voorwaarde voor. strafbaarheid... Dient te onderscheiden te worden van de wederrechtelijkheid als bestanddeel van het strafbaar feit. Hiermee bedoelen ze dat wederrechtelijkheid niet altijd in de delictsomschrijving hoeft te staan. Soms kan de veronderstelde wederrechtelijkheid aan de gedraging komen te ontvallen door een strafuitsluitingsgrond. Bekijk de video Wederrechtelijkheid en rechtvaardigingsgronden voor de uitgebreide uitleg. En als laatste de schuld. Schuld is een veelvattend begrip en kan onderverdeeld worden als schuld in de zin van het begaan hebben. Hij die zich wederrechtelijk enig goed toe-eigent, maakt zich bijvoorbeeld schuldig aan diefstal. Hierbij wordt schuld gebruikt in de zin van het begaan hebben. Schuld kan ook worden gebruikt als zijnde culpa. Denk aan de dood door schuld bijvoorbeeld. Het schuld gaat dan over pure onachtzaamheid. En de laatste in het schuldbegrip het brede begrip wat gaat over opzet en onachtzaamheid. De dus schuldvormen, als het ware. Bekijk de video Culpa en Dolus voor meer uitleg. In het kader van schuld in de zin van verwijtbaarheid wordt het begrip vet met trel gebruikt. Dat betekent dat de wet, evenals bij de strafbaarheid van het feit, bij de vraag naar de strafbaarheid van de dader, mogelijkheden biedt om strafloos te blijven via de strafuitsluitingsgronden. De schulduitsluitingsgronden Zoals afwezigheid van alle schuld of ontoerekenbaarheid. Bekijk de video schulduitsluitingsronde. Kortom, de strafbaarheid bestaat uit verschillende onderdelen. Namelijk de menselijke gedraging, de delictsomschrijving, de verwijtbaarheid en de wederrechtelijkheid. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.